Hij is namelijk aanwezig. Mag ik een daverend applaus voor onze eigen Menno? Menno, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Laat ze komen, jongen. We willen ook een stukje dichterbij komen, hoor. We zijn tegen alles ingeënt. Ja. Ja, en we zijn sinds kort ook begonnen met het gebruik van deodorant. Dat is handig spul, zeg. Heel goed voor je sociale contacten. Menno, raadsel nummer 1. Oké. Deze is heel mooi. Mooi? Het is een heel mooi raadsel. Menno, wat is een andere typische overeenkomst tussen een politiehond en zo'n warmwatergijzer? Zeg maar die boven de wasbank hangt. Ja, ze zeggen allebei woef. Ja, wat is een andere typische overeenkomst tussen een politiehond en zo'n grootsteengijzer? Overeenkomst? Ja, wat is de overeenkomst? Ik zit te denken aan een waakvlam, maar... je zit er weer. Je zit er wel, ja, het is... Weet iemand hier in het publiek het? Ja, jullie mogen Menno eventueel helpen. Ja, niemand die dat wil. Nee. Maar het zou wel mogen als jullie dat willen. De typische overeenkomst tussen de politiehond en een grootsteengijzer is... Ik geen idee. Als niemand ze nodig heeft, staan ze in de waakstand. Oh, ja. Hij zat er dichtbij. Hele goede score. 0. Voor vandaag 0 uit 1. Goed, Menno. Al deze die weet je wel, want jij gebruikt veel computers, hè? Ja. Noem eens een Noord-Afrikaans operating system. Noord-Afrika? Ja. Ik ben ook benieuwd. Ja. Als je die weet, moet je gewoon zeggen. Nee, ik weet het niet. Microsoft. Welke Formule 1-coureur zit het meest comfortabel in zijn auto? Maxi Cosi Verstappen. Ja. Dan zou je zeggen, stop op je hoogtepunt. Maar ik heb er nog één voor je. Je kent natuurlijk de evolutieleer van Darwin. Ja. Oh, wacht even, dan gaan we je testen. Ja. Oké, Menno, van welk soort... Ja? Stammen schoonmoeders rechtstreeks af? Ja, dat is er even één, hè. Dus van welk soort... Neem je niet kwalijk, van welk soort? Ja, stammen schoonmoeders direct af. Volgens de evolutie weer van Darwin. Ik heb geen idee. Klaagdieren. Ik vind het wel een applausje waard, want hebben we één goed over. Dan geven we een... In paniek belt een man 112. Waarom? Zijn vrouw heeft weeën. En hij heeft verteld gekregen dat als de weeën elkaar kort opvolgen... dan moet je op een gegeven ogenblik hulp roepen. Maar goed, hij is op een gegeven ogenblik totaal in paniek. Dus hij belt 112, telefoon wordt opgenomen. En die man die roept helemaal met zo'n rode aangelopen... Mijn vrouw krijgt een kind! Mijn vrouw krijgt een kind! De weeën komen al om de 2 minuten. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En de persoon aan de andere kant van de lijn die antwoordt heel rustig. Rustig. Is dit haar eerste kind? Hij zegt nee, de man! Nog eentje doen? Ja, leuk. Dat is weer een verhaaltje. De man ook. Leuk. Ja, dat heeft wel een beetje te maken met de verkeersinformatie die we zo even gehoord hebben van Pater Piemelot. Dit verhaal gaat namelijk over 2 priesters. En deze 2 priesters die willen heel laat op de avond nog even een verkwikkende douche nemen. Ja, die sanitaire voorzieningen hebben ze ook in het klooster. Dus, ze kleden zich uit en ze stappen in de douchecabine. Maar dan realiseren zich, om zich heen kijken... dat er geen zeep aanwezig is in de douchecabine. En priester John, die weet nog dat hij een stuk zeep op zijn kamer heeft liggen. Dus hij begeeft zich naar zijn kamer, maar hij kleedt zich niet aan... om een beetje tijd te winnen. Maar op zijn kamer aangenomen pakt hij 2 stukken zeep. In iedere hand 1 stuk zeep. En dan loopt hij dus terug naar de douchecabine. Maar ja, hij is halverwege. En wat gebeurt er? Daar komen ineens 3 nonnekes aan. Nee joh. Ja, hij had namelijk de kortere route genomen via de vrouwenvleugel. Hij denkt, zo laat op de avond ga ik geen nonnetjes tegenkomen. Maar ja hoor, daar stond ze namelijk. Weet je hoe trouwens de vleugel heet waar Willem Holleder zit? Nou? De neusvleugel. Nee, dat is niet de grap. Rustig nou, Menno, rustig nou. Dus hij ziet die nonnetjes aankomen. Dus hij denkt, wat moet ik doen? Want het is natuurlijk een doodzonde als hij daar gesnapt wordt in de vrouwenvleugel. Dus wat doet hij? Hij gaat stokstijf zo met zijn rug tegen de muur aanstaan. Als ware hij een standbeeld. Dus hij blijft gewoon zo staan in al zijn naaktheid tegen de muur aan. En die nonnetjes die stoppen. En die zijn verwonderd hoe levensecht dit nieuwe standbeeld eruit ziet. En de eerste non die dwaalt toch met haar blikken af naar zeg maar het heupwerk. En ziet daar natuurlijk iets wat ze nog nooit van dichtbij heeft kunnen bewonderen. Het watermerk. Dus de non die kan zich niet beheersen en die steekt haar hand uit. En die begint een beetje... beetje aan het watermerk. Maar goed, Mr. John die schrikt daar zo van. Dus die laat het ene stuk zeep uit zijn hand vallen. Dus dat valt op de grond. Dus die non zegt, oh kijk, nou eens zeg. Het is een zeepautomaat. Dat is leuk. En de tweede non die wil dat ook proberen. Dus die begint... Dan valt natuurlijk het andere stuk zeep uit zijn hand. Ja, hallo, dit is de priester John ook niet helemaal gewend, hè? En de derde natuurlijk nog. Oh, dat ga ik ook eens even proberen, hè? Dus die begint ook vol en dan denkt daar heen en weer, heen en weer. Maar er gebeurt niks, dus dan nog een keer. En nog een keer. Ja, op een gegeven ogenblik komt natuurlijk onze priester aan zijn gerief. Ja. Dus ja, die begint te spritsen. Ja, dus die derde non die kijkt... Hij geeft ook handlotion.